Good morning everyone! Het heeft voor mij veel te lang geduurd dat ik in Disneyland Parijs was. Maar inmiddels ben ik weer terug hier in Disneyland Parijs. Het was maart, nu is het ineens alweer juni. Avengers Campus gaat bijna open en Disney is nu een jaar weer heropend. Ik ga kijken wat er allemaal veranderd is in die tijd en vooral lekker genieten. Ik ben er weer, zin in! Iets dat hetzelfde lijkt met vorig jaar is dat het op dit moment behoorlijk rustig is in het park. Het is een kwartiertje nog extra magical time voor de passholders. En dan begint de gewone dag voor de parkmensen. Maar het lijkt nog super rustig. Het is wel anders dan ik de afgelopen dagen op social media gezien heb, maar ik ga er even van genieten. Hey, daar komt hij toch, deze karretje. Goedemorgen! Hallo! Iets dat sowieso anders is met een jaar geleden zijn de decoraties voor, jawel, de 30ste verjaardag van Disneyland Parijs. Want dat is het nog steeds. En het blijft ontzettend bizar dat de 30ste verjaardag al 3 maanden aan de gang is en ik hier pas voor mijn tweede tripje ben. Ongehoord, maar goed, ik ben er weer. Ik had autoproblemen, ik had geen auto om hierheen te komen, maar sinds vorige week heb ik een spiksplinternieuwe auto. Heerlijk, nou, spiksplinternieuwe auto van 2017, maar dat doet er niet toe. En net reed ik voor de eerste keer naar de nieuwe parkeerplaats hier. Was wel lekker hoor. Lekker onder de zonnepanelen, want het wordt vandaag toffe warm. Dus straks staat mijn auto lekker de hele dag in de schaduw. Kan ik vanavond in een koele auto instappen. Heerlijk. Iets wat dan nog steeds hetzelfde is als een jaar geleden en eigenlijk als altijd. Dat is Big Thunder Mountain. Die is nog steeds vaak in storing. Nou, als Big Thunder Mountain dan in storing is, dan gaan we genieten van onze attractie die we ook al 3 maanden niet meer gedaan hebben. Phantom Manor. En jongens, wat is het rustig. Het is een zondag in juni. Het park gaat nu open en 5 minuten voor Phantom Manor. Überhaupt zijn nergens mensen. Wat een heerlijkheid. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. Melanie? Doom. A ravishing bride, a vanishing groom. Het was altijd heerlijk om te doen en er viel mij iets op toen we gingen zitten in het karretje. Want vroeger waren die karretjes keihard en nu zit er zelfs een kussentje in je doombuk. En we hebben een hele dikke beugel die zelfs iets anders dicht ging. Je moet hem eerst naar voren duwen en dan trekken. Zie je, 3 maanden niet geweest. Allemaal veranderingen. Ding ken ik er niks meer van. Ik moet er bonnen zeg uit. Ik vind het heerlijk om terug te zijn. En Phantom Manor, ja, prachtige attractie. Ik kan er niks anders van zeggen. Laten we maar verder gaan met onze dag Disney. Het park is gewoon open. Niemand te zien. Ik weet niet waar ik meemaak.
nu weer niet. De schampeté. Par ma barbe, c'est moi qui ai la carte au trésor. Oh, c'est la carte au trésor pour sourire ma terreur. Nou mensen, intussen is Frankrijk ook wakker geworden. De crowds komen nu wel binnen. Dat is niet veranderd. Gewoon even een lekker koffietje drinken op Main Street. Nou, we zijn net heerlijk in Pirates of the Caribbean geweest. En wat daar wel veranderd is, dat nu weer volledige bootjes gevuld worden. En het is voor de capaciteit natuurlijk ultiem. Vorig jaar zaten er allemaal rij voor rij. Soms zat er een rij tussen volgens mij, toch? Ja, zat er een rij tussen. Zie je, ja, gaat zo snel, ik weet het dan niet meer. Maar het is wel fijn dat het nu allemaal weer kan. En een koffietje op Main Street is altijd fijn. Oh, komt ook weer een parade aan, dat was ook vorig jaar niet. Ja, van die cavalcade. Zijn de Rescue Rangers! Hartstikke leuk. Ik geniet hier echt van. En ik stond nu eens eventjes op een andere plek. Hier vooraan. Ik kon van alles zien. Een beetje heen en weer lopen. Guys. Blijft goed. Nou ja. Dat hoef je van mij niet te horen, hè. Ik ben een Disney Goofball. En ik hou van entertainment. Zeg, wanneer je C-3PO misschien kende, even Obi-Wan Kenobi gaan helpen om kleine Leia te redden. Of niet dan? Nou, dat was net weer even een heerlijk ritje Star Tours. Heel fijn, dat is anders sinds een jaar, sinds zijn opening. We hoeven geen mondkapjes meer op en daarom gaan die 3D-classes niet beslaan. Super fijn. Kijk,
kijk, daar heb je Mini plus Zini. Zini plus. Ook nogal een tikkie anders dan exact een jaar geleden is Sleeping Beauty Castle. Kijk, hij is helemaal uit die scrim. Hij is helemaal opgeknapt. Hij is helemaal beauty. En niet meer sleepy. Wat een foute woordgrap, Dave. Nou, dat was echt super lekker. Ik heb een verhaal, want ik heb super veel geluk gehad. Wij wilden graag eten in Waltz, een American restaurant hier in Disneyland Parijs. En het restaurant is altijd helemaal vol, maar niets is minder waar. Want dat hadden we dus gedaan, op de dag zelf zijn we gewoon in de app bij de reserveringen gaan kijken. Natuurlijk was die niet te krijgen, maar gewoon de hele tijd refreshen, de hele tijd checken. En ineens popte die op, Waltz voor twee personen. Heerlijk gegeten jongens, echt. Als je daar binnenkomt en je ziet al die mooie foto's. Je ziet dat mooie bronzen hoofd. Het is echt fantastisch mooi. Ja, die atmosfeer is daar heerlijk. Maar het eten, jongens, dat is nog lekkerder. Ik heb daar afgelopen kerstseizoen, hebben we daar met Inside Ears binnen wat toetjes geprobeerd. Dat was leuk om de vibe te proeven. Maar nu mocht ik ook echt het eten proeven. En ik heb echt heerlijk gegeten. Als starter had ik een chicken pot pie. Jongens, zo lekker. Maar de buitenkant waar die chicken pot in zat, waren een soort van lumpia vellen volgens mij. Heel erg lekker. Als hoofdvoer had ik een roasted chicken breast met heerlijke mashed potatoes. Oh jongens, dat sausje. Volgens mij is het de saus die ze gebruiken over de ribbetjes die je krijgt bij de barbecue cookout en bij de Lucky Nugget. Maar zo lekker. En nu wachten we gewoon heel even tot het muziekje afgelopen is. Ik hoop niet dat de echte parade begint, want dan kan ik heel dit shot weggooien. Nou, dan doen we het even zo. Als dessert had ik een super lekkere lemon meringue. Die was echt delicious. En nou is het ready for another ride. We ride to the Walt Disney Studios Park because we have zin om wat te zien van Avengers Campus. Let's go. Ja, we moeten even vluchten voor de copyright. Vluchten voor de copyright. Die muziek. Zo, lekker copyrightloos aangekomen in het Walt Disney Studios Park. We kunnen weer rustig praten. Was dus echt een heerlijk lemon toetje. Walt, daar kom ik wel een keertje terug. Want voor een fixed price van €42 was dit echt een steal. Vond ik. Ik vind het echt bijzonder dat je zit in een super rustige plek. In een super druk park. Is toch bizar? Nou, oh, kan de zonnebril weer af. Lekker windje. Laten we maar eens even kijken hoe ver het staat met de Avengers Campus, want daar mogen we binnenkort eindelijk heen. Wauw, chicken, wauw. We zitten nog steeds te kijken naar een schutting met daarachter iets dat Avengers Campus moet worden. Maar het is nu wel redelijk concreet. Je ziet eigenlijk wel echt de contouren dat het bijna echt zo goed als klaar is. Ze zijn nu echt de finishing touches aan het doen. Het is nu op dit moment 19 juni. En dat betekent dat het voor mij niet heel erg lang meer gaat duren voor ik echt in Avengers Campus ga lopen. Want 10 juli mogen wij van Inside Ears onze eerste stappen gaan zetten inside Avengers Campus hier in Disneyland Parijs. Dat duurt dus niet meer zo heel erg lang. Ik weet niet of ik jullie dan iets kan gaan laten zien van een preview, maar bijzonder wordt het wel. 10 juli, daar hebben we lang op gewacht. Ga ik ook Avengers Campus hier ontdekken in Parijs. Zin in. Oh, over Avengers gesproken. Daar komen die andere superhelden alweer. Wat verdorie. Nu we toch hier in de studio zijn, hebben we toch maar even gebruik gemaakt van Ratatouille The Adventure. Ik heb niet gefilmd, want de 3D effecten zijn terug. En Jordi heeft de vorige keer zo fantastisch gefilmd toen het 2D was. Dus dan kan ik hierboven even de video linken. Kun je Ratatouille zien in 2D. Blijft een leuke attractie, alleen zoveel effecten zijn kapot. Ik rook niet alles. Ja, de bewegingen doen het niet de hele tijd. En er was geen water. Het is 30 graden. We hebben ook nog geen Splash Mountain. Zou wel lekker zijn als je Ratatouille tenminste een beetje water kreeg. Nou, je weet binnenkort weer.
Nou, dat was weer een avontuurtje in de studio's. Daar hou ik het nooit heel erg lang uit. Mickey en de Magician ook lekker gezien, genoten. Half genoten, want het is lekker airco en donkere ruimtes. Af en toe ga ik dan eventjes er vandoor, maar dan kom ik ook weer terug. Goed om die voorstelling eindelijk weer te zien na 3 jaar. Ik heb hem 3 jaar niet gezien. Erg leuk. En daarna even snel Tower of Terror geweest. Kan je nooit verkeerd doen. Kan je nooit iets mis mee doen. Nou, Kevin de Vos, u misschien wel bekend of misschien niet, maakt er niet uit, heeft dus zojuist bij Casey's Corner een echt Mickey ijsje gemobile ordered. En het opengaan gaat moeilijker dan het bestellen en dat is bijzonder, want je moet echt 37 stappen doorlopen. Maar dan heb je ook wat. Een lekker Mickey ijsje. Ik ga ze even proeven, want dat is altijd lekker. Ik wil inderdaad zo even proeven, maar ja, weet je, het is toch Disney en je moet toch even Instagrammen. Dus even multimediaal doen hier. Gaat verdomme lastig. Dat is moeilijk, man. Maar goed, en dan ga ik eens proeven. Misschien is hij dadelijk wel al gesmolten. Chocoladeijsje. Maar lekker. Toch? Ja, het is niet die premium bar. Nee. En dan moet je maar gewoon naar Orlando, maar hier is, doet het ook. Ook anders dan een jaar geleden. Ze hebben het Small World dichtgegooid, al een tijdje. En die gaat voorlopig gewoon nog niet open. Dat vind je dus godverdorie jammer. Nou, dat was onze exciting avond hier in Disneyland Parijs. Het is voor 11 uur open, wij peren hem iets over 10. We zitten dus net lekker bij Casey's, waar ik overigens nog een heerlijke hotdog heb gegeten. En we zitten te wachten, want we denken, ah, we gaan nog even de drone show kijken, een stukje Illuminations. We hadden net nog een heerlijk ritje gemaakt in nog een keer Pirates, nog een keer Phantom Manor en een keer Big Thunder Mountain. En ineens, uit het niets, komt er een ontzettend harde bliksemschicht met een knal erachteraan. Iedereen stapt op. We hebben even het weer gecheckt en het gaat dadelijk gigantisch losbarst hier. Dus het is tijd om richting de uitgang te gaan. Mij niet gezien dat ik klaar en nat word. En helemaal niet in het onweer in Disneyland Parijs. Dus geen vuurwerk meer voor ons. Ik heb een heerlijke dag gehad. Het is nu meer dan een jaar open. Er is ook weer vuurwerk. Er is ook weer onweer. Het was een topdag. Ik heb echt genoten. We gaan nu lekker naar het hotel. En morgen vroeg fris en fruitig naar huis rijden. Zoals ik al vertelde ben ik binnenkort terug. En dan meer over Avengers Campus. Ik kan niet wachten, jongens. Dus ik zou zeggen, houd het kanaal in de gaten en tot de volgende!